We zijn er klaar voor. We zijn helemaal spik en span en shiny. Goedemorgen. Het is vandaag maandag en het is vandaag weer de eerste schooldag. Ik heb hier echt zo geen behoefte aan. Wil je mijn boekje zien? Boekje? Oh, je boekje, ja. Ik zal niet aan mensen denken, yes, ze gaan weer naar misschien als ze ouder zijn, maar... Hier zitten. Jolie gaat vandaag naar groep 3 en heeft ze er eigen etui nodig en een... Kijk, en een glitterboekje. Ik leef nog. Jolie is op school, is helemaal blij. En ik ben onderweg naar stal. Ik ga vandaag voor het eerst weer een soort hele dag maken. Ik ga met Daan alle paarden rijden, zover als ik kom. De vlog editen, administratie doen. Oh kijk, daar ben ik weer. Hallo. Bijna alles staat buiten, alleen hier staat hier nog heel eventjes te eten. En Daan en ik gaan Atos rijden. Ik wil even foto's en filmpjes maken van Atos. Dus ik ga proberen om hem schoon te krijgen, want hij is echt zo goor. Dat ik niet weet of dat gaat lukken zonder hem te wassen. Ik heb versterking, gaat wel even duren. Ik ga je even uitzetten en dan zien jullie zo het resultaat. Ja. Hey, Nappie. Het is best wel gelukt om hem schoon te krijgen. Oeh. Het is 1 uur, Daan en ik hebben net gegeten. Ondertussen zit ze op de vierde paard. Ik ga er even helpen met Kier. Ik ben benieuwd of ze verschil merkt met de behandeling van vrijdag en het rijden vandaag. Hij staat even onder een therapiedekentje en dan mag hij, gaat hij nu even lekker eten en dan mag hij zo buiten spelen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik probeer echt super vrolijk te doen en net te doen alsof ik heel veel zin in de dag en in het leven heb. Ik kan er wel aan wennen hoor, aan die vakantietijd. Lekker een beetje ja, met die meiden. Nu moeten ze allemaal weer op tijd naar school, 's ochtends broodpikken maken. Alles weer aan de hand. Dit, dat, speel. Goed, het is nu dus ondertussen 6 weken geleden dat ik geopereerd ben. En in principe mag ik dus soort van alles weer. 6 weken geven ze ongeveer aan, 6, 8 weken. Dus ik ga gewoon weer aan de gang. Ik merkte gisteren wel dat ik om 2 uur, want ik begon heel enthousiast met filmen. En op een gegeven moment stortte ik volledig in. Toen ben ik naar huis gegaan, Jolie opgehaald. Want Jolie wil even deze week door niemand anders opgehaald worden. Ik ga daar natuurlijk in mee. Dus ik ga haar de hele week uit school ophalen als extra handicap. Goed, we gaan wat doen. Goedemorgen vrienden. Lekker eten. Oh, lekker zeg.
Oh, kijk, daar is mijn allergrootste vriend. Hey! Sorry, Tas. Sorry. Nee, je bent niet mijn allergrootste vriend. Je bent mijn knapste vriend. Is er klaar voor? We gaan eens even kijken hoe braaf deze vrieskist echt is. Want mijn vader heeft bedacht dat dinsdagochtend de ochtend is om de vuurkorf aan te zetten. Dus is vuur naast de buitenbak. Oké, hij is echt heel braaf. Het interesseert hem dus echt helemaal geen reet. Goed zo. Braaf. Athos was echt super braaf met longeren. Ik heb hem gewoon eventjes alleen met hals. Nou ja, ik had het touwtje er wel aan voor als hij wild zou zijn. Maar ik heb hem gewoon even aan het hoofdsteltje in de buitenbak gelongeerd. Ik ga zijn manen nu even vlechten. Kast vond dus op de trilplaat. Want ja, hij heeft vannacht met losse manen geslapen. Maar ik wil natuurlijk niet dat hij zijn manen beschadigt of zo. Vlechten boven mijn macht is nog niet echt een succes. Dus ik heb maar gewoon. Ik was heel voortvarend begonnen aan een hele mooie hengstvlecht. Ik heb nu gewoon even, wat is het, 1, 2, even 6 losse vlechten gemaakt. En in zo'n vormplek heb ik een unihoorn gemaakt. Ik kan niet meer vlechten, mijn armen beginnen helemaal te trillen. Hij mag even lekker gaan ontbijten, dan gaan we Cas even van de trilplaat halen. Cas hier, die kwam even hyper vrolijk van de trilplaat af. Zo was ik natuurlijk echt super blij mee nog. Hij gaat nu ontbijten en we gaan Kier en Just buiten zetten. En dan gaat Major logeren, die loopt nu alvast in de stapmolen. Ah, vriendjes. Kom. Deze knappe jongen heeft het goed gedaan. Af hoor. Ga je nu lekker rollen? Kijk die beschermers dan. Wat een ellende. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben op stal en ik tref hier Daan. Ja, Daan heeft even geen hoofd. Ik heb dus voor Liv de allerleukste katlaarsjes die er zijn. Echt, ik ben gewoon in love met deze katlaarsjes. Oh mijn hemel. Ik weet zeker dat Daan dat ook is. Die zijn echt geweldig. Die wil ik ook, die wil ik in maatje 40. Maar kijk, Liv, mooi hè? Mooi hè? Wees aan. Mag tante Daan ze aandoen bij je? Liv wil ze dus niet aan, want ze gisteren bij de aangang ging keihard gillen. Ja, ze gooit ze nu ook door de auto. Maar echt, ik ben gewoon in love. Het is mooier. Liv heeft de kaplaarzen aan. Het zijn niet de kaplaarzen die ik wilde, maar het zijn ook roze kaplaarzen. Die andere kaplaarzen ging ze echt niet aan. Ja, ik sta hier inderdaad met baby Born in mijn hand. Het is tijd om de paarden naar buiten te doen. Daar gaan we mee beginnen. Hé Liv, ga je helpen? Neem hem maar mee. Zeg maar kom, Ducky. Athos en Aso die staan naast elkaar in de paddock. Athos staat nu voor het eerst met een ander ernaast in de paddock. Want Athos is echt een super lief paard, super makkelijk paard ook voor de mensen. Maar hij is best wel heel erg hengst naar andere paarden toe. Maar ik vind het wel belangrijk ook dat de hengsten wel contact hebben met andere paarden. Ik ga ze natuurlijk niet zomaar naast elkaar zetten. Ik ga dat wel met verstand doen. En sommige hengsten kunnen echt daadwerkelijk, zeker dekhengsten natuurlijk, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar goed, gewoon de hengsten die niet dekken en die hier gewoon voor de sport staan, vind ik het wel belangrijk dat ze ook weten wat een ander paard is. Dus dat, ik heb ze net naast elkaar gezet. Aso is totaal niet geïnteresseerd en Athos dacht zo, ik ging jou wel even een lekker ding. Maar goed, ze zijn nu rustig en nu gaat het goed. Nu staan ze gewoon lekker te chillen in de regen. Ik ga nu Kiertje longeren. Gaat goed met Kier na de behandeling. Maar om zeker te weten dat alles goed gaat, gaan we ook nog even bij hem erin kijken. Dus we gaan volgende week woensdag gaan we zijn hals laten scannen en alles op de foto laten zetten. Om zeker te weten dat we goed behandelen en
dat alles met groeien allemaal goed gaat. Ik verwacht daar geen gekke dingen van, maar better safe than sorry. Nou, daar staan ze hoor, de mannen. Oh ja, zo. Laat hij een beetje met rust. Ah, Tosje, ga je mee? We gaan ontbijten. Diergedraagje. Even een update over Cas. Met je pees gaat het goed. Dus daar ben ik natuurlijk heel blij om. Van de rest ben ik niet zo blij. Ben ik eigenlijk een beetje verdrietig. Want hij is 3 weken geleden. Ging Daan hem uit de stapmolen halen. Toen is hij gevallen. Maar deed hij natuurlijk weer even gekke sprongen. Deed hij. Toen bleef hij dus niet staan. En toen is hij dus gevallen. Nou ja, oké, prima. Hij had een wond op zijn... Nou, helemaal niet prima natuurlijk. Maar goed, hij had een wond op zijn hak. En die wond die gaat dus niet dicht. Elke keer komt er een korst op en dan gaat hij weer open. Maar als die korst, als die open zit, dan loopt... Ja, hij heeft er gewoon heel veel pijn aan. Als hij rechtuit loopt, loopt hij goed. Maar als hij, zeg maar, dan rechtsom loopt in de wending, ja, dan loopt hij er gewoon kreupel op. Dus ondertussen... Ja, staat hij dus in de stapmolen en voor de rest doet hij ook geen reet. Moeten we dus wachten tot die wond dicht is. Nou ja, het wordt wel beter, want het was echt heel groot. Ja, dit nu is het ongeveer een euro, maar het was echt dus die hele... Ja, het was gewoon helemaal kapot. Hier zit ook nog een stuk. Hier zit ook nog een klein wondje. Nou, het schiet dus echt niet op. We zijn nu helemaal weer uit training. Het enige wat hij doet is een beetje stappen. En voor de rest mag hij natuurlijk ook niet zoveel. Goed, ik ga niet te lang over praten. Ze moet straks weer janken. En dat wil ik jullie ook allemaal niet aandoen. Even kijken, hier weer bij Kier en Major. Die staan in de molen in dikke maten. Ik denk dat het goed gaat. Dan ga ik even koffie drinken. Oh, kijk. Dikke vrienden. Major gaat dus gewoon de hele tijd daar liggen en weer opstaan. Liggen en weer opstaan. Het is 2 uur en ik ben thuis. Ik merk wel dat het een aanslag is op mijn lijf weer alles doen. Zeker ook de ochtenden met de kinderen. Voordat alles op school is en iedereen is waar die moet zijn. En ik de paarden in de molen heb en buiten heb staan. Dan ben ik gewoon echt heel erg moe en heb ik pijn in mijn lijf. En dan doe ik alles zeer. Dan loop ik nog even 2 uurtjes door. Mijn lessen doen en alles doen. Maar dan ga ik echt even naar huis. Dus ik ben ook al geloof ik 3 keer deze week begonnen met vloggen. En halverwege op de dag schoot ik even het kaartje uit. Maar goed, dat is even hoe het nu is. Nu is Athos aan de beurt. We gaan hem eerst eventjes longeren. En dan klimmen we erop. Een beetje uit de wind, dan kun je me horen. Majoortje is lekker gereden, die deed het onwijs goed. Die was wel, ook door toch een beetje de wind, een beetje onstuimig. Dus we hebben heel veel overgangen gereden, heel veel tempowisselingen. Ik vind het ook best heel moeilijk om dan en een beetje de controle over te geven en daar echt zijn rug mooi te ontspannen. Maar dat gaat hij echt steeds beter doen, hoe vaker ik dat doe. Hij mag nu nog eventjes lekker uitstappen in de stapmolen en dan gaan we Aso vangen. Asootje is er ook bij. Daar gaan we ook bovenop. Kom jongen. Vrijdagochtend. Ik heb mijn bezem. Hier is weer een reis schoon, leeg, opgeruimd. En dan zijn ze hier. Stop.
vertrouwen aan het geven. Stallen dicht aan het doen. Daar moeten we nog een rijtje uitmesten. Zit er al op. Ik ben al heel voortvarend bezig geweest. Ik heb mijn auto opgeruimd. Nou, ik kan beter zeggen uitgemest. De auto hier was echt zo'n ongelofelijke bende. Ik heb gewoon 3 tassen met zooi eruit gehaald. Dus om het dan maar gelijk helemaal af te maken, gaan we nu even de auto wassen. En dan ga ik hem even stofzuigen. En dan ga ik daarna met Liv, en ik heb Lizzie ook bij me, gaan we even een stukje wandelen in het bos. Lizzie, rustig aan. Hop. Dat was even super gezellig met Liv. Ik dacht vanmorgen echt, hoe gaan we de ochtend doorkomen? Nou, zo dus. Ondertussen heeft ze een boterham op en ligt ze op bed. En heb ik een lunch gemaakt voor mezelf. Het is een hele bijzondere combinatie, maar ik dacht, ik deel het even met jullie. Ik heb gemaakt een vegetarische saté-snitsel. Spersbonen die overal van gisteren met lekker veel knoflook. En nog wat avocado. Vrijdagmiddag. Ik zit lekker op Justy. Ik heb ook een aantal balkjes en dingetjes in de bak neergelegd. Als je ziet, ik weet echt niet of ze heel duidelijk waren. Ik ga er nu langs stappen. Misschien is het nu duidelijk. Kijk, hier hebben we 2 houten en 1 aan de overkant. En daar balkjes. Die houten dingetjes kan ik dan op de volte. En dan aan allebei de kanten van de volte zo'n houtbalkje meepakken. Of een cavaletti eigenlijk. En dan de balken om daar mooi lengte in te passen. En coördinatie te trainen. Zondag hebben we wedstrijd, dus dat is over 2 dagjes. Dus ik ga ook alvast een aantal dingetjes uit de proef oefenen. Maar in eerste instantie gaan we even lekker rijden. Nou, met Just filmen was niet helemaal gelukt. Want er kwam ook nog een les bij. En dat geeft niet, want we kunnen dan gewoon rijden. Maar we kunnen eventjes niet filmen. Daartegen heb ik wel super lekker gereden. Met 1 hand. Neusriem losmaken. Ja, het is gelukt. Zeker de eenvoudige wissels gaan echt steeds beter. En waarom gaan ze beter? Ze heeft steeds meer een soort kracht in haar wielen dat ze van galop makkelijker naar stap kan gaan. En daardoor ook steeds beter de kracht om van stap weer naar galop toe te gaan. We gaan van het weekend voor het eerst Z1 starten. En wat zit in het Z1? Zit meer als het L2 de eenvoudige wissels. En appiëren. En eigenlijk appiëren en zo, daar is ze eigenlijk best wel heel erg goed in. Alleen de eenvoudige wissels. Dat vindt ze best nog wel een beetje moeilijk. Maar dat geeft niet. Want het gaat steeds beter. Ga ik vandaag eventjes Aso in de paddock rijden. Zodat ik ietsje meer rust heb. Asootje, eerst even zo braaf logeren voor het rijden. Rustig aan, jongen. Het waait best wel heel erg. Nou ja, ik ga eerst gewoon lekker logeren. Allebei de kanten. Totdat ik merk dat hij gewoon... Hij hoeft niet moe te worden, maar dat hij zichzelf gewoon mooi ontspant. En dan gaan we er bovenop. Oh, mijn jongen. Oh, oh, stappen. Oh, oh. Goed zo. Draf. Goed zo. Nou, ondanks dat het vandaag best een beetje waaide, vond hij het een beetje spannend, maar ging het eigenlijk echt heel erg goed. Oh, ik heb echt heel erg wind, de shorts. Dani. Oh, Dani is weg. We zijn weer bij het sporten. Het is ondertussen avond. Ik heb vanmiddag even tukkie gedaan. En ik ga nu voor het eerst weer sporten. Ik vind het pietje spannend. Jij gaat boksen. Ja. Jij gaat leuke dingen doen. Ik ga pietje. Vind je wel een nieuw sportshirt? Nou, laat even weten wat jullie van Daan een nieuw sportshirt vinden. Zaterdagochtend en dat betekent lesgeefochtend. Ik begin met mijn eigen 2 lessen. Maaike is vandaag op eventingwedstrijd. Dus ik doe ook vandaag Maaike haar lessen geven. Daarna privélessen geven, Justy rijden en dan heb ik vanavond een feestje. We zijn nu begonnen aan de 2e les. En er zitten er een aantal zonder zadel. Die hadden daar mega veel zin in. Komt je been lang, hè Miranda?
Nou, hier hebben we Kaylee. Kaylee heeft super lekkere cakejes gebakken. Weet je ook nog waarom je die cakejes hebt gebakken? Kijk, Kaylee zat vorige week, denk echt wel 7 keer op het verkeerde been. Dus ik zeg, daar moet wat voor over zijn. Of daar moet wat tegenover staan. Dus Kaylee zegt, dan ga ik cupcakejes bakken. Dus er zijn de cupcakejes. Je mag ze lekker uitdelen. En ik heb alleen, en ze zijn heerlijk. Ze noemen mij ook wel de verkeerde beenpolitie. Want ik raak echt psychisch gestoord als ik iemand op het verkeerde been zie lichtrijden. Dus als kinderen heel vaak op het verkeerde been licht rijden, dan mogen ze zelf op de les. Die mag dan verzinnen wat er tegenover staat. Sommigen gaan dan opdrukken, rondjes rennen. En sommigen bakken taart. Dat is voor mij ook nog lekker. Goed zo. En, oh. En weer een beetje sneller. En nog een beetje sneller. En op je allersnelst. De groepslessen zitten erop. Ik ga nu eventjes lekker alvast wat paarden buiten zetten, want ik ga nu ook nog privéles geven. Nummer 1 staat. We gaan op zoek naar Cesar. Hey Cezie, ga je mee? Nou, wij zijn er klaar voor. We gaan alvast losstappen in de buitenbak en misschien een beetje losrijden. En dan komt Steven ons zo eventjes helpen. Die helpt ons eventjes nog met een paar puntjes op de i zetten voor morgen. En even zorgen dat we natuurlijk ready to go zijn voor morgen. Ietsje beter, ietsje beter. Kom. Kijk, net nog een beetje meer. Goed zo. Goed zo. Even de oor sturen. Rij de bak ook. De letters zitten andersom. Oh ja. Stuur het rechtdoor. Gedaan. We hebben eventjes de tweede proef van morgen geoefend. En dat ging eigenlijk best wel heel erg goed. Dus mag nu nog eventjes lekker rollen. Dan ga ik de spulletjes wegleggen. En eventjes de twee Friese vrienden binnenhalen. En dan gaan we just eventjes de slang eroverheen halen. Even al het zweet afkoelen. Die heeft me geholpen met Aso binnenhalen. Kun je ook zo'n halstertje afdoen? Oké. Wil je ook aandacht? Doe maar je hoofdje een beetje naar beneden. Kan ik het doen? Want hij is een beetje groot. Atos. Atos vind je ook lief. Niet bijten. Niet bijten, hè? Geen hengste hapjes nemen. Echt, dus haar hoofd. Het lijkt alsof ze een kroon op haar hoofd heeft van zand. Ziet er niet uit. Niet in de oorspuit, hè? Just is gewassen en staat lekker in bed. Ik heb nog even snel een pannenkoekje meegenomen. Die had mama vanmiddag gemaakt. Nu ga ik naar huis toe. Ga ik mijn douche en omkleden. En dan gaan we helemaal in het zes naar de party. Ik heb mijn spulletjes daar allemaal. Ik heb Justy ook gevangen. Justy heeft nu, ja, dit is echt mijn lievelingsdeken. Van Bukas het roze zomerdeken om. Ja, ik word echt heel blij van de deken. Alleen word ik hier dan weer minder blij van. Just houdt er namelijk van om in de poep te slapen. En dan krijg je zeg maar deze heerlijke, heerlijke poepvlek. De batterij was leeg. Dus ik heb in de tussentijd even, dat ik een nieuwe batterij ging halen, mezelf omgekleed. Ik heb, even kijken of we het zien. Cesar's hoofd. Ah ja, hier zo'n beetje. Ik heb mijn zadel en zo allemaal gepakt.
Ik heb Just ook weer uit de box gehaald. Die heeft eventjes lekker gegeten in de tussentijd. En het is nu tijd om op te zadelen. Ik heb alles hier, dus ik ga gewoon rustig aan opzadelen. Het is nu 4:55 en ik wil er eigenlijk 5 over 5 op zitten. We zijn er klaar voor. We zijn helemaal spik en span en shiny. Ik ga alvast beginnen met losrijden. Steve komt er straks aan, dus dan hoop ik dat Steve nog eventjes wat filmt. Maar wij gaan in ieder geval alvast lekker losstappen en losrijden. Even qua planning. Is het eigenlijk 4 minuutjes te vroeg, maar dat scheelt eigenlijk alleen maar extra. Lekker instappen. Ik ben nu onderweg naar Just. Ik heb net de prijsuitreiking gehad. Kom maar, anders zien we je niet. Kijk, ze heeft ook alweer een beetje gerold. Nou, we hebben super, super goed nieuws, hè. We hebben het heel goed gedaan. 1 keer hadden we een eerste plaats. En we hadden 209 en 220 punten. Ze heeft super goed haar best gedaan. Ik ben echt onwijs tevreden. Oh ja, jij ook. Heb je jeuk aan je hoofd? Ze heeft gegeven voor wat ze waard is. En dat heeft ze hartstikke goed gedaan. Zoals de jury had gezegd, mist ze nog wel iets kracht in de galop. Dus de eenvoudige wissels en dat ze denk ik een beetje hengstig is, waardoor ze een beetje terugduwt naar mijn been. Maar de eenvoudige wissels vindt ze ook gewoon echt nog een beetje moeilijk. Dan mist ze gewoon echt nog een beetje kracht. Dus daar kunnen we gewoon lekker aan dooroefenen. En je ziet eigenlijk over het hele drafgedeelte rijden we bijna alleen maar 7, 7,5 en zelfs een paar 8. Dus als we dat natuurlijk ook naar de galop toe kunnen doen, dat we dat soort punten halen, dan zijn we on fire. Ik ga even Just haar knortjes eruit halen. En dat betekent ook dat deze week er alweer op zit. Volgende week wordt weer een superleuke week. Ik heb dan... We gaan natuurlijk lekker weer met de paarden aan de gang. Ik heb zondag subtop met Ivy. En vaak dan denk ik, er zal van de week niet zoveel gebeuren. Maar dan gebeurt er eigenlijk altijd tussendoor nog wel weer een heleboel. Of dan denk ik, nou, dit was een beetje een saaie week. En dan is er eigenlijk onderweg toch best heel veel weer gebeurd. Just en ik zeggen bij deze tot volgende week. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Doei! Kusje nog? Kusje nog? Kusje?